Oh my god, en ik ben uitgescheurd in mijn broek. Oh my god. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Florien en vandaag lopen jullie weer een dag mee. FML. There are some issues. Ik weet echt niet... What the fuck is going on? Maar het is echt een beetje een drama opeens met gasten inplannen. Ik heb echt meer dan genoeg animo. Letterlijk, ik heb meer dan genoeg animo voor dit jaar. Ik heb echt, als ik alle gasten optel waar ik contact mee heb, die geïnteresseerd zijn, waar ik op moet wachten, dan heb ik genoeg gasten voor volgend jaar. Like, dat is echt, voor volgend jaar zijn ongeveer 45 gasten, denk ik. Om en bij 45. Dus er is genoeg animo, maar op een of andere manier gaat het plannen niet zo goed. En weet je wat het is? Ik ben natuurlijk ook net nieuw. Ik weet natuurlijk niet anders hoe het gaat. Het is ook natuurlijk dat we in de zomervakantie zitten. En ja, dat heb ik me niet gerealiseerd. En dat zijn dingen die je gewoon throughout the way leert. Sorry dat ik altijd Engels en Nederlands door elkaar praat. Dat doe ik echt al mijn hele leven. Dat is niet iets wat ik denk van, oh, dat vind ik echt cool. Maar dat doe ik gewoon. Daar kan ik echt niks aan doen. Als je het irritant vindt, I'm so fucking sorry. Maar goed, ik heb daar gewoon niet bij stilgestaan. Zomervakantie, dat altijd moeilijker is in te plannen. Ik heb me wel gerealiseerd dat het moeilijk is om de eerste gast van januari in te plannen. Want ik loop altijd 2 weken voor. Dus de vlogs die ik maak, die komen 2 weken later online. Dus dat betekent dat als ik dan nu... Als ik dan de vlog wil uploaden in januari, of bijvoorbeeld in de tweede week van januari, dat die in de laatste week van december gemaakt moet worden. En dat betekent, die week is oud en nieuw en volgens mij ook, oh my godver. En dat betekent dat die week oud en nieuw is en volgens mij de week ervoor dan kerst. En ik werk ook gewoon 3 dagen. Dus dat betekent dat je eigenlijk al 5 dagen in kan. En dat je dan 2 dagen over hebt. Nou, dat is natuurlijk 1 drama. Dat is het gewoon een kutvlieg. Dus dat heb ik me wel gerealiseerd. Alleen zomervakantie is niet. Dus dat weet ik voor volgend jaar. Weet je, dit zijn allemaal dingen die, zoals ik al zei, throughout the way op je pad komen. Als je net begint met dingen. Dat heb je ook als je bijvoorbeeld met een eigen bedrijf begint of iets. Dan kom je ook dingen tegen waarvan je leert. Dus, en het is natuurlijk best wel unprofessional dat ik gewoon... Dat je 3 keer een vlog met mij moet uploaden. Maar ik hoop dat jullie me wel een beetje kunnen begrijpen. Ik kan er dus niks aan doen. Ik doe echt keihard mijn best. Ik werk dus echt heel hard voor alles. Ik heb natuurlijk die baan gewoon die ik hiernaast gewoon heb. En mijn YouTube kanaal en mijn Instagram. Dus ik doe echt mijn best voor jullie. Maar soms zit het er niet anders op. En ik heb het ook gewoon geaccepteerd. Dat ik denk van... Weet je, het is maar gewoon zo. Dan zijn er maar 3 vlogs. Van mij. En dan kan ik, weet je, ik hoop dan dat ik over een paar jaar kan zeggen, joh, het eerste jaar was echt ruk. Want ik moest 3 vlogs met mezelf of met mij uploaden. En dat vond ik gewoon verschut. Maar ja, goed, zo liep het naar nou, goed, ik hoop gewoon dat te kunnen zeggen. So, it's another day with me. Ik denk dat ik een paar dagen ga vloggen. Het vervelende is dat ik het weekend ook wilde vloggen. Maar het weekend heb ik al echt fucking gave vlog staan. En die vlog komt... Voor deze vlog online. Zeg ik dat goed? Weet ik eigenlijk niet. De vlog komt of de voor of de na online. Een van de twee. Dus ik kan het weekend niet filmen. Vandaag heb ik niet zo heel veel op de planning. Ik ga boodschappen doen. Ik heb zo direct een call voor mijn YouTube kanaal. Daar zal ik wel een stukje van filmen. Ik ga reels maken. En ik moet nog even wat financiën dingen doen. En ik ga lekker een beetje chillen. Een beetje wandelen, een beetje chillen. Want ik heb echt drukke dagen gehad. En volgende week wordt ook een hele drukke week. Echt totaal geen zin in. Oh, ik dacht ik gebeld werd. Totaal geen zin in. En want ik moet veel werken en vlog maken. En de dag dat ik eigenlijk vrij ben, dus de vrijdag, moet ik mijn moeder helpen. En dat weekend ben ik dan wel weer een soort van vrij. Maar goed, ja. I don't know. Ik ga nu even snel douchen, want ik heb zo echt over 5 minuten die call. En ik moet echt opschieten. Ik zit hier wel weer leuk te vloggen. Ja, ik heb over een kwartier... Oh, ja, ik ben dus gemaild door Shein voor een collab. Nou ben ik echt geen fan van Shein, heel eerlijk gezegd. Maar ik wacht een beetje af wat ze zeggen. Maar goed, ik ga snel douchen en dan... zie ik jullie zo. Oh ja, wat ik nog niet heb verteld. Ik had gisteren een hospie. En gisteren was... Ik weet eigenlijk niet wanneer het was. Gisteren was woensdag 20 juli. Had ik een hospie.
En ik fucking excited, want het was echt midden op de Breedstraat. Dus dat is echt midden in de stad. Ongeveer 30 vierkante meter. En dan had ze dus weer een beetje geluld, want het was echt geen 30 vierkante meter. Maar je had wel je eigen wc. En bed zat een soort van apart van de living room. En een hele grote mooie inkoopkast. Nou, het was echt heel mooi. Eigen keukentje. Echt heel erg chill. En 650 euro. En advertentie was ze echt met een paar uur weer offline gehaald. En ik had uitnodiging. Ik ben mega excited. Ze zeiden, joh, kan je om 6 uur? Dus ik dacht, ja shit, ik heb mijn eerste werkdag, ik moet nog sporten, ga ik niet redden. Dus ik zeg, joh, hey, heb je ook latere rondes? Dus zij zei, nee, ja, we hebben geen eerdere rondes. Dus ik zei, nee, ik bedoelde later. Nee, dat bedoelde ik ook, we hebben geen latere rondes. Dus ik dacht, oh my god, ait. Dus ze hebben gewoon niet veel mensen uitgenodigd, want wie de fuck kan er nou eerder dan 6 uur? Ze zochten werkende meiden. Er zijn hoogstens misschien een paar die zeggen, nou, kan om 5 uur, maar ja, niet eerder, snap je? Dus ik dacht, oh my god, ze hebben er echt maar 5 uitgenodigd, super chill. En ik kom daar en ze zeggen, ja, we hebben echt al, nou, we hebben in totaal iets van 10 meiden. En alles gewoon allemaal laten rondes. Nou ja, dan denk ik echt, what the fuck? En via heel veel. En ze hadden me even op Facebook gezet, zodat ze toch even wat soort backup hadden. Nou, echt, dan kan ik je dus echt oprecht, ik hoop dat ze het ooit een keer zien, dan kan ik je echt wel doodstompen. Want dan denk ik, dit is gewoon weer zo'n kuthuis. En met meiden die gewoon geen besef hebben van hoe krap de woningmarkt is. Hoe erg iemand zoekt al naar een woning. En dan komen we allemaal met oprechte interesse naar zo'n huis. En dan zitten deze meiden maar gewoon een beetje... Ja, we hebben maar gewoon even op Facebook gezet voor backup. Weet je, gewoon de macht die ze eigenlijk hebben om dit soort shit te doen. En maar te kiezen wie ze willen. En gewoon... Ja, het is echt walgelijk. Nou ja, en dan zit ik daar en ik dacht dus echt helemaal excited. En dan hoor ik dat en denk ik, oké, laat maar, ik word het alweer niet. Nou, eventually ben ik het of course ook niet geworden. Hey, we hebben toch iemand anders gekozen. Lies, ja, weet je, fuck off, echt. Dus, maar goed, ik heb nog één kans en ik hoop echt dat het wordt op de Mariaplaats. En via ook. Ze hebben ook nog één ander meisje die interesse heeft. Dus dat is echt 50% kans. Maar dat is pas na augustus. Maar ik wil gewoon echt iets per... Ik wil natuurlijk sowieso heel snel iets hebben. Maar ik wil eigenlijk echt voor 1 september iets hebben. Want ik heb iets heel leuk. Het eerste weekend van september. En ik wil dan gewoon een eigen plekje hebben. Maar goed, ik ga nu even zo die call in. Dan zie ik die daarna wel. Echt zo erg. Ik heb dus allemaal pakketten. Altijd. En aangezien dit gewoon een kutplek is... Ik wilde zeggen, ben ik nooit thuis, maar doe mijn huisgenoot ook eigenlijk nooit open. Mijn huisgenoot is waar ik een goede band mee heb wel, als ze het weten, maar iedereen werkt gewoon. En normaal heb je gewoon, als je in de stad woont, heb je echt leuke buren of doen ze het in de brievenbus of kan het op de kliko of in de achtertuin of nou iets. Of is er altijd wel een huisgenoot thuis, omdat iemand wel nog studeert of thuis werkt. Dat is hier allemaal niet. Maar echt, en van alle pakketten, ik heb echt al wel denk ik een stuk of 15 pakketten hier besteld. Van echt van alle pakketten... is denk ik echt, wordt echt, nou, denk 5% heb ik aangenomen. Omdat gewoon, ik ben er of niet. Of ze leveren het bij de buren meteen. Of mijn huisgenoten zijn er gewoon niet. En er zijn sowieso bepaalde huisgenoten die het sowieso al niet aannemen. Maar ja, het is echt wel gênant. Ik schaam me echt dood. Want elke keer kom ik dus bij die buren aankloppen. En ze zeggen, ja, heb je een pakketje voor mij? En zij zijn gewoon elke keer mijn pakketten aan te nemen. Ja, en ik vind dat gewoon niet zo netjes, snap je? Maar ik kan er gewoon niks aan doen. Want het is niet dat het hier... Weet ik veel, in de tuin geleefd kan worden. Omdat ik zeg, nou pleur maar over de schutting heen. Dat kan gewoon niet. En dat is echt wel heel kut. En soms vergeet ik het ook. Nou, dan kom ik de dag daarna pas. Ja, het is echt heel erg. Maar goed. Oh my god, volgens mij staat mijn andere pakket. Yes, ik doe nu een keer wel open. Ja, kijk. Yo, thanks. Hij is gewoon in de auto gaan zitten. Hey, nou. Voor die, ik zei het al, van die 5%. Dat was deze 5%. Ik ga stuk. Oh, lekker. Er zijn allemaal pakketten nu. Echt belachelijk. Ik heb dus bij Zalando 2 bestellingen gedaan. Omdat ik ze dus net... er was net weer 1 ding op voorraad heb besteld. Dus 2 bestellingen. En ik heb... Ik weet dus niet of daar ook die andere short in zit. Maar ik heb dus 3 bestellingen ervan gehad. Dus sowieso is dat een extra bestelling. Dat ik echt denk... Ik lever het gewoon in 1 pakket of in 2 pakketten. Kijk, dit zijn mijn pakketjes nu. En ik had er dus nog 1. Ik heb eindelijk... Oh, dat is zo chill. Ik heb dus Blue Light Glasses. Omdat ik dus echt heel veel achter scherm zit. Sowieso met werk. Natuurlijk redelijk veel. Maar ook met mijn telefoon en mijn laptop. Echt super fucking chill. Kijk. Dit is een Blue Light Glass. Je ziet het ook wel een beetje dat die lichte... Zie je dat blauwe?
Nou, als je hem op hebt, is het best wel geel, zie je. Dit zijn gele glazen. Nou, echt super chill. Nou, echt, ik weet niet of jullie hem zien, maar echt super chill. Kijk, en dan doe ik hem zo op. En dat beschermt je zich tegen de straling van beeldschermen. En ik merk echt dat het zo'n verschil heeft. Ik moet even kijken dat ik niet... Oh, ik word gebeld. Ja. Zeker. Ja. Ja. Oplevert. Snap ik. Ja, nou, het hoeft ook niet per se. Ja. Oh, wat lekker. Ja. The tea should be ready. Come help me, Elena, please. Can't wait. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. I fucking love PewDiePie. I fucking love zijn gameplays ook. Echt na series en films en alle guilty pleasures hou ik ook echt van PewDiePie's gameplay. Ik kijk dit echt gewoon... Elke keer dat ik een nieuwe, hele oude gameplay, want hij doet het natuurlijk eigenlijk niet meer of bijna niet meer. Elke keer dat ik een oude gameplay van hem vind, dan ben ik zo excited. En ik ben nu Uncharted, heb ik nu helemaal uitgekeken. Ik ben bij de laatste aflevering en ik kan dan echt uitkijken naar... De dag dat ik dan, of de avond of de minuut, dat ik het dan weer opnieuw kan gaan kijken. Of verder kan gaan kijken. En net zoals dat je bijvoorbeeld een leuke serie hebt, is dit echt, I love it gewoon. En dit is Resident Evil Village. En ik kan niet alles kijken, want ik ga eerst de game spelen met iemand. Dus ik kijk echt een heel klein stukje, maar ja, echt, I love it. Oh my fucking god. Oh godverdamme. Hier ga ik dus echt van over mijn nek. Oh godverdamme. Ja, ik durf dit. Dit durf ik dus nog steeds niet. Oh. Kijk nou. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Waarom loop je zo snel? Stop daar eens mee. Oh my god. Ik ga eens kill. Dit beest gaat vallen. Zie je? Kijk. Ik ga nu even lunchen, want ik heb nog niet gegeten en ik heb net gesport. Dus ik moet even lekker like eiwitjes naar binnen werken. En dan nog wat dingen doen en dan ga ik... Ik denk dat ik lekker een elektrisch fietsje ga pakken. Even huren en dan lekker naar mijn opvangadres. En dan oppassen en dan morgen lekker vlog 10 maken. En ik heb er al zoveel zin in. Echt, ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat het lekker weer wordt. Ik hoop dat het een beetje dit weer wordt. En ik denk dat het echt een leuke dag wordt en dat we heel veel gaan doen. Dus wordt gezellig. Ik ben lekker mijn vlog aan het uploaden. Ik heb altijd weer een beetje haast. Openbaar. Echt zo erg. Ik heb gewoon gezegd, saaiste festival van het jaar. En dat de zaak is ook gewoon op welk festival het gaat. Kan niet hoor. Wat stond er in mijn vorige bio? Ja, dit heb ik dus altijd. Nou jongens, ik ben aangekomen op mijn oppasadres. Het kind ligt al te slapen. Oh my god, hij was zo moe. Oh, ik zat hier bijna door de grond heen. Het kind was zo moe, dat was echt... Oh my god. Ze zeiden dat hij al best wel vroeg was gaan slapen bij de opvang. En ik merkte al gewoon een beetje dat hij moe was. Maar hij begon op een gegeven moment gewoon echt te liggen. En dan keihard te krijsen. Nou, het verschilt echt per kind. De een die krijst, maar dat hoor je gewoon bijna niet. Dat is echt heerlijk voor je oren. De ander die wil je echt doodslaan. Bij wijze van. Nou, dit was er één. Oh mijn god, dat kind kon krijsen. Dat is niet normaal. Echt een super lief kind. Daar niet van. Maar dat krijgen, ik kan daar gewoon echt niet tegen. En toen dacht ik, jij bent gewoon volgens mij heel erg moe. Nou, toen heb ik hem
hoe zeg je dat? Toen heb ik hem in zijn pyjama gedaan of in zijn slaapzak. En even een liedje voorgelezen. Oh, godver, je ziet daar de trein gewoon. Vanuit het huis. Oh, dat lijkt me kut. Oh, wat verschrikkelijk. Nou goed, ik heb hem in bed gedaan en hij slaapt. En hij eigenlijk moest hier pas rond 7 uur, maar het is 5:15 volgens mij. Dus ja, oh my god, en ik ben uitgescheurd in mijn broek. Oh my god, ik hoop dat ik het even, kijk of ik het even kan laten zien. Moet natuurlijk wel even zo blijven, I don't know. Ik moet wel even zo, kijk. Oh my god. Helemaal verder nog. Oh my god, wat erg. En dit is echt mijn favorite Levi vintage jeans die ik heb gekocht bij Episode. En dit is de eerste die ik heb gekocht. Maar oh my god, het is altijd ook hier. Oh my god. Kijk, dit is natuurlijk helemaal in tegenwoordig. Dus ik denk niet dat ik hem weggooi. Maar hij scheurt gewoon verder uit. Net als het tot hier. En nu is het tot helemaal hier. Maar... ja, echt fucking erg. Hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms gaat het opeens om enorme bedragen. Hoeveel geld ben jij er uiteindelijk kwijtgeraakt? Ja, totaal 1,2 miljoen. En soms is het dan maar tijd om dat op te gaan halen. Oké, go, 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 go. Oké, ik heb dus echt, ik weet niet, de samenwerkingen stromen binnen. Of de aanvragen voor samenwerkingen voor Instagram. Most of them are English, dus daar ben ik eigenlijk nooit zo'n fan van. Omdat ik altijd iets heb van het is scam. En ja, het, is niet, het zijn gewoon jammer genoeg geen dingen zoals Dyson of iets. Nou is er eentje wat ik heel raar vind. Nou goed, een soort... fuck it, ik ga niet eens reclame voor deze mensen maken. Ik ga het gewoon uitbliepen. Something for my hair. Het is gewoon zo'n heating... ja, zo'n tang? Ik weet niet eens hoe het noemt. Ik gebruik namelijk nooit dat voor mijn haar. Zo'n krultang. En ik heb het even opgezocht op internet. Nou blijkt een soort van AliExpress iets te zijn. Nou goed, whatever. Het is gewoon een van de site gelanceerd. En met een van de product... waar ze dan allemaal influencers voor zoeken. Toen dacht ik, oké, fuck it, ik doe het gewoon. Leuk voor de collab, krijg ik een gratis ding. Maar toen dacht ik, ja, weet je wat het is? Ik kan het dan wel weer weggeven, maar dit is precies wat ik altijd jullie heb beloofd. Nooit te gaan doen. Nooit dingen voor de neppigheid. Nooit dingen te doen puur zodat ik een collab heb. Dus het is gewoon ruk dat ik het nu moet afwijzen. Sowieso gebruik ik ook niks voor mijn haar. En ga ik ook niet voor de gein dit gebruiken. Er staat ook op dat als je hem gebruikt, dat je dan eerst heating... spray op je in je haar moet doen. Nou ja, sorry, dat soort shit ga ik al gewoon allemaal niet doen. Er gaat gewoon niks in mijn haar voor een collab. Dus ik heb gezegd, thanks for reaching out. How much I would love to say yes to a collab. My long thick hair couldn't resist any... of I couldn't resist a heating device. I don't use anything for my hair. I'm so sorry. Kind regards. Maar ik vind het raar, want zij mailt mij in Engels. Maar ik heb dus net op de website gezegd, godverdomme... ik word zo moe van die wekker. Ik heb dus net op die website gekeken, maar ze zijn gewoon Nederlands, dus ik snap het niet zo goed. Oh, dat is wat ik moet doen. Oh my god, en is geur, ik ken dat gewoon. Echt, kan echt niet. Maar goed, dus ik zeg wat af. En ik ben ook benaderd door Shein, volgens mij is het Shein dus. En ik twijfel of ik moet meedoen, want het staat echt... nee, ja, sorry, ik moet eigenlijk niet eens twijfelen. Het is gewoon... weet je, het is een super groot bedrijf. En ik voel me vereerd dat grote bedrijven mij benaderen. Maar dit staat echt nergens op. Wat Shein is zo fout als de tering gewoon. Het is super goedkoop. Volgens mij worden het ook allemaal kinderhandjes gemaakt. Volgens mij, ik laatst ook weer een documentaire gezien op beelden.
dat mensen dus echt, wat is het, 17 uur per achter elkaar moeten werken en letterlijk volgens mij 10 cent of een euro voor die hele dag krijgen. Dus ik kan dat gewoon, ja, dan ben ik gewoon echt niet integer bezig. Dus die moet ik ook afslaan. Wel heb ik een collab met een andere met tassen. Nou vind ik het niet een geweldige tas, maar ik ben wel heel benieuwd hoe die in het echt is. En ja, en ik heb dan wel zoiets van, nou oké, laat ik een keer uitproberen of het echt zo is. En die sturen ze me op. En dan moet ik wat foto's maken en wat filmpjes. Maar de tas is zelf iets van 180 euro of zo. En ik had nog een andere tas gezien en die was 500. Maar ze zeiden van, joh, laten we maar eerst dit doen en dan kunnen we daar even kijken of wat. Ik ga het nu lekker afsluiten. Ik hoop echt dat jullie niet boos voor zijn dat het een derde vlog met mij is. Ik hoop dat jullie het toch leuk vinden. En ik hoop ook dat jullie zeggen, nou, hey, als je ooit voor jezelf gaat vloggen, vooral doen. Want we vinden het leuk, of vinden het interessant. Laat het dan dus vooral even weten in de comments wat je ervan vindt van de vlogs met mij. Of je zegt van, joh, het is echt voor je weggelegd. Of je zegt, joh, doe maar gewoon met je gasten. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is gratis en dat support mij en dat doet me heel erg goed. Want dan weet ik, ja, dat voelt gewoon fijn als mensen zich subscriben. Want dan weet ik dat je dus mijn kanaal en mijn idee leuk vindt. Vergeet me niet te volgen op Instagram om op de hoogte te blijven van alles. En je kan me nog altijd een bericht sturen. En als je nou een idee hebt met wie wat ik de volgende keer moet meelopen, laat het dan vooral even weten in de comments of via een DM op Instagram. En dan zie ik jullie volgende week weer.